voorstelling waar ik erg naar uitkijk is de tweede van Sebe. Met Kim van Sebe in de hoofdrol. Die in haar eentje twee Afrikaanse maffiabazen, een revueartiest, een operazangeres met een burn-out en een orkest van 50 man speelt, belooft dit een hilarische voorstelling te worden. Mij lijkt de nieuwe voorstelling van Starring erg leuk, want het zijn zeg maar oude stukken, klassieke stukken. Ze hebben een moderne aanpak gehad en daarom is het interessant en grappig tegelijk. Het zijn vooral jongere acteurs, het is ook een soort van jongere voorstelling. En als ik ouder ben, dan zou ik ook graag mee willen spelen in Starring. Ik ben eerder een keer naar een voorstelling geweest van NT Jong. Dat vond ik heel leuk. Ik ga er nu nog een keer naartoe, daarom zit ik er nu klaar. Komen jullie ook kijken? Als ik één voorstelling dit voorjaar in de toneelschuur zou moeten aanbevelen, zou dat Starring 19 Wojtek zijn. Dit is een voorstelling gemaakt voor en door jongeren en is ontzettend leuk om naartoe te gaan. Het is meestal een hele leuke, mooie, grappige voorstelling die met een luchtige manier wordt gemaakt en daardoor ontzettend leuk is om naar te kijken.